And how you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Ja, dit zijn beelden van een landgenoot, een opmerkelijke landgenoot, 39 jaar oud is hij. Het is niet de eerste, de beste. Hij heeft begin deze maand als eerste mens ooit de grootste zoutvlakte ter wereld overgestoken. Helemaal op eigen kracht. Het was een tocht van 250 kilometer op gemiddeld 3700 meter boven de zeespiegel in het niemandsland van Bolivie. Goedemiddag. Louis-Philippe Lonke, dat was jij die dat gedaan had. Ja, blijkbaar. Het is een ongelooflijke tocht geweest. Vertel eens, hoe ben je op het idee gekomen om dat te gaan doen? Wel, ik ben avonturier en ontdekkersreiziger. En 10 jaar geleden ben ik begonnen in Australië, dus het land van de woestijnen, met enkele woestijnen te doen. En op een moment zei ik, ja, maar er zijn heel extreme woestijnen. En ik dacht eerst Bolivie te doen, 3 jaar geleden. En die faalde ik dus 3 jaar geleden. Ik ben nu een maand geleden terug geweest. Toen ben je er wel in geslaagd. Ja. Ja, het was een ongelooflijke tocht natuurlijk. Een paar eenvoudige vragen, want we kunnen er ons weinig bij voorstellen. Je hebt dat helemaal op je eentje gedaan. Er was niemand bij, geen hulp, niks. Alles op jezelf. Nee, ik dacht zelfs dat er zou geen vliegen zijn, maar ik heb wel geen enkele vliegen gezien op het zout. Ja, ja, want dat vroeg ik me wel af. Kom je dan iets of iemand tegen? Beesten? Leven die daar? Op het zout zelf, normaal gezien, zie ik niks. Maar aan de randen, tussen de twee kleine zoutvlakken die in feite de grootste maken ter wereld, daar zijn de mensen. Ik heb 1 à 2 mensen gezien, landbouwers, die waren bezig met hun werk. En dan op het einde enkele toeristen. Maar op het einde, dat is nog 90 kilometer van eindpunt. En tussen die toeristenplaats en het einde, daar is er niemand. En dat is het langste moment en het moeilijkste ook. Ja, wat neemt de mens mee om te overleven? Ik zag een grote rugzak. Je zit dan 10, 14 dagen volledig op isolement. Dat is dan alles zelf mee hebben, veronderstel ik. Ja, dus water in de woestijn. Ik neem altijd alles schijnt bij. Dat niet bestaat in de woestijn, ja, water. Ik heb er water gevonden onder het zout, maar die was te veel zoutconcentratie, zelfs meer dan in de zee. Dus als ik daarvan een glas van drink, dan denk ik dat ik zou bewusteloos vallen en dood. Ja, want ja, niemand komt jou helpen. Hè. Je zei het zelf al, je bent heel wat jaren geleden begonnen. Ik ga even aan een indrukwekkend lijstje beginnen, als je dat niet erg vindt. Je hebt dit jaar ook al voor de tweede keer de Simpson-woestijn overgestoken in Australië op eigen kracht. Vorig jaar de Dead Valley doorgewandeld, 242 kilometer, ook op eigen kracht. 2013, dat was voor jou een tour door Zuid-Amerika. Je hebt een expeditie op een rivier gedaan. Je hebt het Titicacameer in beeld gebracht met foto's. 1100 kilometer er rond gegaan. Er was toen ook die eerste poging in Bolivia, die toen niet gelukt is. We zijn er nog niet, hè, voor alle duidelijkheid. In 2012 een expeditie op de Vistula. Dat is een van de laatste wildwaterrivieren in Europa. 1200 kilometer gekajakt. In 2010 IJsland op eigen kracht overgestoken in de winter. 560 kilometer. Zomer. In de zomer, winter, excuseer. Komt nog. Ja, die komt er nog aan. In 2007 een expeditie dwars door de wildernis in Tasmanië. Dat was 500 kilometer. En in 2006 heb ik nog genoteerd Fraser Island verkend. Het grootste zandeiland liever ter wereld, voor de kust van Australië, 250 kilometer. Waar haal jij de drang om dat allemaal te doen, Louis-Philippe? Ik moet een beetje zot zijn misschien, maar ik ben zeker een liefhebber van mooie landschappen. En het idee is dat ik zie dat op tv of in tijdschriften en dan zeg ik wil daar ook gaan. En plotseling gebeurde een moment waar ik zeg, er zijn andere plaatsen, als ik een atlas open, waar er mensen niet geweest zijn en dan probeer je daar ook te gaan. Ja, want dit geval in Bolivie was de eerste die dat gedaan hebt, hè? Ja. Op eigen kracht. Ja. De dus dat heeft nog nooit niemand jou voor gedaan. Ja. Wat is nu het mooiste dat je tot hiertoe gezien hebt? Je hebt, ja, denk ik... Ik zou zeggen, ik heb er twee. De meest indrukwekkende expeditie was zeker de Simpson-woestijn in Australië 8 jaar geleden. 800 kilometer met een karretje van 215 kilo te trekken in het zand vanaf het begin. Is heel zwaar, maar dan
dan kon ik wel erdoor op die grote afstand. Maar de beste gebeurt altijd met mensen. En die op de Titicacameer met mijn vriend, met mijn Peruaanse vriend, was ja, heel... Ik las ergens dat het Titicacameer doorgaans niet toegankelijk is voor toeristen. Dat je dat via het Boliviaans of Peruviaans leger, waar is het, moeten regelen? De meer staat tussen de twee landen. En dus je kunt wel op het land zelf via een bus of zo. Maar als we daar moeten de grens passeren met de kajakken, dus de grenscontrole, die wist dan niet wat het was. Dus daar, okay, die twee gasten in een België en een Peruaan, die gaan waarschijnlijk iets gaan smokkelen. En dus 4-5 uur in interview, alles openen in de kajak, alles zien. Heel boos op ons, want ze probeerden ons iets te zeggen over waar we gingen smokkelen enzovoort. En op het einde van de dag hadden we alles verteld. En ze zei, allee, kom, ik nodig je net op het restaurant. Ja. Ik zit me af te vragen, je hebt nu vele woestijnen op deze planeet doorkruist, doorwandeld op je eentje. Heb je op bepaalde momenten gedacht, ja, dit red ik niet, dit is het dan? Hier raak ik niet levend uit. Dat soort momenten al meegemaakt? Ja, dat begint al vanaf de eerste week in de woestijn. Dus met de hitte en het begin van het overleven, zoals het gebruik van de hersenen, die gaan steeds aan veranderen naar een soort meer beest- of dier-hersengedachte. Daar komt die verandering in de hersenen. En, in welke zin? Geef eens een concreet voorbeeld. Dus ik ben een mens die vandaag in Brussel. Zie dat, ja. En als je zo alleen op je eentje zit in een woestijn, meestal, dan gebeurt er iets dat je sensen, zou ik zeggen, dus de ogen hoort beter, ruikt beter, je begint dingen te voelen. Ik kan na enkele weken bijna je wordt weten een beetje dier. Op een minuut tijd, wanneer zal het regenen, waar ik hoort alles, je weet de wind. Dus een soort van overlevingsmodus waarin je gaat. En die staat diep in ons. We hebben die allemaal. We zijn dieren al miljoenen jaren. Alleen moet je het eruit halen. Moet eruit halen. En daarom moet je een soort trigger hebben. Ik zat me ook nog af te vragen van die ontdekkingsreizigers. Je bent een soort moderne Christoffel Columbus. Zoiets. Je hebt geen land ontdekt natuurlijk, maar je gaat wel als eerste door bepaalde streken. Veel van die mannen hebben ooit wel hun leven gelaten voor datgene wat ze wouden ontdekken. Ben jij bereid van je leven in de balans te leggen? Oh, dat is een verkeer geweest. Dus ik heb gestopt te tellen met het moment dat ik bijna overleefde na twintig keren. Dat is weggespoeld in een rivier, dat is vallen van een klif, van een dus jij leeft meter, in de realiteit dus... van vroeg of laat kan het misschien... Ja, zeker. Vettige gedachten, eerlijk. Dat is de definitie van avonturieren. Avonturieren, als je in het woordenboek gaat kijken, dus, daar is risico verbonden. En af en toe gaat het risico heel hoog. Dus iemand die zegt, ik ga fietsen van Brussel tot Madrid... Ik ben een avonturier, voor mij niet. Want de risico dat die expeditie of die tocht faalt, is heel klein. Ja. Bijna nul. Ja. Maar ga je fietsen door Antarctica, iedereen voorlopig is gefaald. Dus, Dat kan ik me voorstellen. Lastige wegen daar op Antarctica. In ieder geval, in Wallonië ben je uiteraard bekend. Je komt uit Moeskroen. Ja. Je hebt daar in 2012 een heel opmerkelijk moment gehad. Dat is in Vlaanderen misschien de mensen een beetje ontgaan, maar we hebben dat toch nog eens van onder het stof gehaald. Je was toen een van de vlammendragers. Je hebt de vlam gedragen die op weg was naar Londen. Ja. Bijzonder moment, denk ik. Ja, uiteraard. Dat is heel speciaal. Dat, denk ik, gebeurt maar één keer in het leven. En niet van iedereen? Niet voor iedereen, maar er waren toch 8000 fakkeldragers. Dus dat is niet zo speciaal. Ik vind het meer speciaal van wat ik doe, als je de eerste bent. Ja. Wat staat er echt nog op je agenda? Wat staat er nog hoog aangeschreven? Ik heb voor in feite een grote kist met een 30-tal ideeën. Er komt altijd iets bij. In de komende jaren komt er zeker Tasmanië in de winter. Uiteraard alleen. Ook een eerste IJsland in de winter. Dus in de volledige duisternis. Dus dan zie je bijna niks. En de kou. En daar kan de wind tot 250 km per uur gaan. Daarom gaan we alle Britsen die het deden. Iedereen is gefaald. Nog 4 jongeren van 19 jaar oud. De zomer 3 keer rescued op 3 weken. Met helikopter enzovoort. Dus, maar het idee is dat er zijn veel avonturiers zeggen, ik ga veel trainen, waar in feite je moet veel denken. Trainen is een beetje voor mij belangrijk, maar niet zoveel. Je moet zeker denken, wat is het terrein, hoe ga je het doen? Dus het is meer in de voorbereiding van het terrein zelf
en de weersomstandigheden dat ik moet beter denken of een andere manier of andere oplossing vinden. In ieder geval, jij liever dan ik, Louis-Philippe. Toch bedankt voor de komst. Veel succes met alles wat je gaat doen. Dank.